Een olietankwagen van Roybudu Enterprises is vanmorgen in vlammen opgegaan. Het voorval vond plaats aan de Oost-West-verbinding nabij kilometer 64 te Calcutta in het district Saramaka. Volgens brandweervoorlichter Alton Pinas heeft de truckbestuurder op een gegeven moment controle over het voertuig verloren, waarna deze in een trens terechtkwam en daarna in brand vloog. Pinas zegt verder dat de explosie hiervoor een enorme ravage in het gebied heeft gezorgd. Ik kan u zeggen dat er brandstof gesijpeld was in de trensen die evenwijdig lopen met de weg. En ook daar was er brand. Een elektrische mast die heeft wat brandschade overgehouden en de elektrische bedradingen. Het voertuig die is wel verzekerd en de chauffeur die is met de per ontboden ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis. Pinas geeft ook aan dat de brandweer de melding vanmorgen rond 7:30 binnen heeft gehad. Het vuur kon niet gelijk gedoofd worden vanwege de olie, zegt de brandweervoorlichter. Zo ongeveer 45 minuten heeft het de brandweer geduurd om de brand onder controle te krijgen. Ja. En dan, hoe staat het dan met de aftermath, met de olie die in de trens terecht is gekomen? Hoe wordt dat dan opgeschoond? Wordt dat ook door de brandweer gedaan? Nee, de brandweer die gaat de olievlek op de weg, dat gaan we dan wel schoonmouden. Maar dat van de trens, dat is niet voor ons. Alton Pinas, brandweervoorlichter. Hij sprak over de olietankwagen van Roybudu Enterprises die vanmorgen in brand vloog nadat de bestuurder de controle over het voertuig verloor. Het voorval vond plaats aan de Oost-West-verbinding kilometer 64 te Calcutta in het district Saramaka.